Hey, goedemiddag. Welkom bij Autosiro. Jij hebt weer een hybride van ons gevonden. Ditmaal de Volkswagen Passat GTE. Een van de 8 die we op dit moment hebben. Waarom hebben we er zoveel? Omdat we ze goed kunnen verkopen. Dus ja, dat is makkelijk. Passat GTE, hybride dus. Je kan vol elektrisch rijden. 42 kilometer geeft hij aan. Of je dat haalt, weet ik niet, eerlijk gezegd. 35 kilometer, dat is goed te doen. Je wegenbelasting is een lacher. Tot 2025 betaal je rond de 40 euro voor een dergelijke auto. En dat is puur omdat die hybride zo gesponsord wordt door de overheid. Je krijgt 50% op je wegenbelasting. Zit je bij je werk op een kilometer of 30, heb je daar een laadmogelijkheid? Heb je thuis zonnepanelen? En ben je niet lui, dus doe je hem inderdaad ook aan de stroom. Ga je gewoon gratis heen en weer rijden? Dat is gek gezegd, maar dat kan dus echt. Dit is een Comfortline uitvoering. Kijk even mee. Komt-ie. Ik heb hem gekocht. Van Leaseplan namelijk. Leaseplan Nederland. Dus volledige onderhoudshistorie krijg je erbij. Je krijgt een nationale autopas erbij. En de Comfortline kenmerkt zich. Veel chroomaccenten. Zwart metallic is die. Mooi een 17 inch lichtmetalen velg. Ziet er netjes uit. Parkeersensoren ook aan de achterzijde. Ik zit even te kijken. Helaas geen trekhaak. Hij mag 1400 kilo trekken. Dus tegen een kleine meerprijs rond de 600 euro zit er een trekhaak onder. Even de kofferbak kijken. Oh, dat zijn nog eventueel. Voor de ramen. Zonnewering. Dat is de snellader. De thuislader komt er uiteraard ook bij. Die kan gewoon op de 220. Snellader ben je in een kleine 2 uur, heb je de accu vol. De thuislader doet er echt een stukje langer over. Moet je rekenen op een uur of 6. Maar ja, doe je het in de nacht en heb je gewoon een stopcontact buiten je huis, kan dat natuurlijk ook. Full LED. De koplampen. Hier zit de knop voor het laden. Mocht u het nog niet weten. Gaan we even naar de binnenkant. Daar heb ik ook even de onderhoudshistorie uitgeprint. Kunt u zien dat die altijd netjes door de dealer in onderhoud is geweest. 4 elektrische ramen. Mooi dat blauwe sfeerverlichting. Overal komt dat GTE, die blauwe biche weer terug. De Ergo comfortstoel, fijne optie. Ook wat extra steun voor de onderbenen, omdat die wat verlengd is. Ik ga even bij zitten. Stoelverwarming, climate control, grootschermnavigatie. Inmiddels 167.000 kilometer. Nou, je hoort hem niet, maar hij doet het nu echt. Dat is omdat hij op stroom rijdt. Dit is de historie waar ik het over had. Laatste beurt, 150.000 kilometer. Er is nog een gasklephuis bij 146 gedaan. 130 heeft hij nog een grote beurt gehad. Van A tot Z netjes onderhoud genoten. Prijs staat extra btw. Sorry, ja, iedereen doet het zo, dus we moeten wel meedoen, anders zijn we te duur. In ruil doen we heel graag, zijn we blij mee. Stuur even wat fotootjes via WhatsApp, krijg je binnen 5 minuten een voorstel van ons. Heb je een eigen bedrijf, kun je een financial lease voorstel van me krijgen. Dat krijg je ook binnen 5 minuten, dus dat is erg interessant misschien. En volgens mij zijn we scherp geprijsd met deze auto. Ik heb hem net en volgens mij al 4 aanvragen. Ik denk dat dit filmpje misschien wel iemand over de streep gaat trekken. Dank voor uw aandacht en heel graag in Krachenburg. Tot ziens. Hoi.